Als je lekker wilt zwemmen in Hoorn of omgeving, dan kom je veelal hieruit bij de Waterhoorn. Maar het zwemplezier is voor sommige gebruikers wel een beetje voorbij, want de voordelige abonnementen gaan op de schop. En dat kan betekenen veel meer betalen. Eerst hadden we een gezinsabonnement van tussen de 150 en 180 euro, denk ik. En nu betalen we iets van 30 euro per keer dat we willen bezoeken met het hele gezin. Wat vind je ervan? Nou, dat is voor ons niet op te brengen. Nee. Wij gaan op deze manier gaan we niet meer elke week richting het zwembad. Ook op de sociale media wordt er veel geklaagd over die hoge kosten. De Hoornse politiek onderschrijft de bezwaren. Ja, er zijn inderdaad heel veel geluiden nu op Facebook, maar ook van mensen die ik spreek, dat Optisport hier bij de zwembaden, zowel in Zwaag als ook hier in de Waterhoorn, wat anders omgaat met tarieven en het, over het algemeen dat het allemaal een stuk duurder wordt en een stuk minder gemakkelijk. En ja, daar maken wij ons heel veel zorgen om. Optisport laat weten dat het abonnement commercieel niet levensvatbaar was. Het bedrijf wil voor 1 mei met een goed en sociaal alternatief komen. Maar de onvrede is breder. Sinds Optisport de zwembaden zo'n 1,5 jaar geleden overnam, rommelt het. We hebben een probleem gehad eerst met het personeel, waarin de gemeenteraad duidelijk heeft gezegd, die moeten allemaal blijven, die nemen we over. Nou, dat ging ook met horten en stoten. Vervolgens zijn er problemen geweest over de veiligheid en de mensen maken zich zorgen daarover. We hebben dit incident. Ik verwacht wel van Optisport als er problemen zijn. En natuurlijk kan dat je het anders ingeschat hebt dan je misschien 1,5 jaar geleden hebt gedacht. Maar praat er dan over, kom naar ons, speel open kaart en dan gaan we die problemen oplossen. Maar hou mensen niet aan het lijntje en verschuil je achter personeelswisselingen of management of mooie praatjes. Want dat pikken we niet meer.